kleurrijk. Kijk. Je ziet een hele hoop ontwikkelingen op dit geschreven. Heel veel zwaar, maar altijd met een kleurtje erbij. Ik zie nou dat in de basis, omdat ik ook de achteruit zie. Ik vond het van hier heel mooi, blauw en oranje en groen. Het ziet er goed uit, moet ik zeggen. Wij doen het bekendmaken van de punten. Niet op volgorde van laag naar hoog, maar we doen gewoon volgorde van het programma. Ik wel even een briefje erbij, omdat ik niet dezelfde fout maak die Anna ook maakte. De eerste club, de DA Drumkids. Die behalen 85,3 punten. Straks nog wel even een beetje vertellen hoe we tot die punten zijn gekomen. De tweede club, de leerling percussiegroep Ridderster. Die behalen 80 punten precies. De derde groep, jeugdslagwerkgroep, en dan staat er ook net hier, Solideo Gloria. En die heeft precies 82 punten. Wow. Dan jeugdslagwerkgroep van Harmonie, Koning Johan. De derde, zeg ik dat goed zo? Oké, de punten, mag ik even spieken? 84,6. Nou, ik hou het alleen een beetje spannend. Dat doen ze bij al die grote toelandige wedstrijden ook, voor tv. Hoe zijn we nou gekomen tot die punten? Want Anno zei er ook al steeds, het is toch wel een beetje appels met peren vergelijken. Je hebt clubs met hele kleine clubjes, sommige wat groter, sommige heel veel jongeren, sommige wat oudere jongeren. Dus wij hebben zo net echt gezegd van, wij beoordelen datgene wat ze doen. Dus we kijken niet zozeer naar op welk niveau spelen ze, we kijken van, hoe doen ze datgene wat ze doen. De laatste punten. Percussiegroep Jong Ridderster, 85 punten. Precies. Dan hebben wij een winnaar. En volgens mij moet hij dan nog even naar voren komen. Dus ik wou graag even iemand van de DA Drumkids naar voren. Jongelui, allemaal hartelijk bedankt voor jullie optreden. Wij vonden het hartstikke goed. Wij gaan vanmiddag naar een pauze luisteren naar grote mensenclubs. Maar daar spelen waarschijnlijk heel veel van jullie ook nog wel mee, denk ik. Wie speelt er vanmiddag ook nog mee? Kijk, van jeugd moet je het hebben inderdaad. Oké, namens mij hartelijk bedankt en ik zie jullie nog heel veel.